Beste kijkers, ik sta hier in de Gerardeskerk. En niet zomaar. Er is vandaag en morgen, 25 en 26 maart, een foto-expositie georganiseerd door de foto-expressiegroep Gemert. Het is zeer de moeite waard, kan ik u zeggen, want ik heb al even rondgelopen. En ik zou zeggen, het is toch slecht weer. Het is hier droog. Kom naar de Gerardeskerk vandaag of morgen en kijk wat onze fotografen in het dorp allemaal vermogen. Jamie Elbersen, we staan in de Gerardeskerk. Het is vandaag zaterdag 25 maart. En we staan hier niet zomaar. We staan hier omdat er iets te doen is. Jij vertegenwoordigt de foto-expressiegroep Gemert. En vertel, wat is er dit weekend te doen in de Gerardeskerk in Gemert? We hebben de expositie, die hebben we elk jaar. Het thema is helemaal vrij, dus iedereen levert in wat hij mooi vindt. Iedereen is ook vrij in wat voor lijst hij wil ophangen. En twee dagen zijn we open om te komen kijken, gratis. Hoeveel leden heeft de expressiegroep en hoeveel van die leden exposeren dit weekend? We hebben 25 leden en daarvan exposeren er 19. 19 leden en die hebben allemaal toch wel, ik heb even rondgedwaald, zo hun eigen visie op wat de onderwerpen zouden kunnen zijn. Ja, dat klopt. Ja. We hebben echt van portretfotografen tot aan raceauto's, tot aan dieren, van alles hebben we. Ja. Wat doe jij zelf bijvoorbeeld? Wat is jouw voorkeur? Ik doe portretfotografie, vooral eigenlijk, ja. Ja. Ja, ik heb net gekeken. Het is wel portretfotografie met een sausje eroverheen, of niet? Ja, dat klopt. Ik doe fantasiefotografie en er komt heel veel Photoshop bij, waardoor je echt enorme jurken krijgt. Ja, heel mooi. De mensen die vandaag of morgen komen kijken, die kunnen komen kijken, maar die kunnen ook nog iets doen, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. We hebben diverse opstellingen staan. Dus mensen worden uitgenodigd om een camera of mobiel te pakken om zelf eens uit te proberen wat wij ook doen. We hebben achter jullie staat een diaprojector. Daar worden slides laten zien van opdrachten die we al gedaan hebben. Waaronder de fotobondswedstrijd waar wij dus ook aan meedoen als club. En de luciferopdracht. Dus we hebben allemaal een doosje lucifers meegekregen en daar mochten we dan iets mee doen. En er liggen ook doosjes lucifers waar bezoekers zelf ergens hier in de ruimte iets mee kunnen doen. Lijkt me heel leuk voor de bezoekers. Ikzelf ben een nitwit op het gebied van fotografie. Ik probeer het altijd wel, maar ik ben er niet sterk in. Stel nou, ik wil wat les hebben. Is de foto-expressiegroep dan bereid die les te geven? Ja, we hebben, als je lid wordt bij ons, hebben we eerst 3 avonden dat je kunt komen uitproberen of je het leuk vindt. Er kan eventueel ook een excursie invallen. En na die 3 avonden besluit je of je lid wil worden. Nou ja, wil je 1 jaar lid worden is prima. Wil je 20 jaar lid worden is ook prima. Wij zijn van beginner tot professional en we leren elkaar heel graag van alles. Goed om te horen. In ieder geval wens ik jullie heel veel succes dit weekend. Veel bezoekers die bovendien nog wat erbij kunnen leren. Lijkt me een prima combinatie. Ja, zeker. Zeker. Ja, we hopen er altijd wel wat leden aan over te houden nog. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Every time I do, it makes me laugh. Every time I do, it makes me laugh.